Met een badkamer en een slaapkamer op de begane grond wordt het gemakkelijker om langer thuis te kunnen blijven wonen. Maar als u nu toch van andere verdiepingen in uw huis gebruik wilt blijven maken, dan is een lift een oplossing. Hiervoor heeft u natuurlijk de kennis van deskundigen nodig. Ja, dit is eigenlijk hoe het nu is. En het is natuurlijk een heel moeilijk huis, hè? Want jullie begonnen met de toegankelijkheid en hoe je dat bij zo'n huis zou kunnen doen. Het is eigenlijk een split-level huis. Dus je hebt ontzettend veel niveauverschillen. Ja, klopt. Dit is de verdieping en dit is jullie situatie. En als je nou precies op die grens de lift maakt, dan kun je dus elke keer een halve verdieping een liftstop maken, waardoor alles toegankelijk wordt. Dus de uitdaging is het niveauverschil in eerste instantie. En daaromheen hebben we het aantal dingen meegepakt als onderhoud en dat soort dingen, isolatie. Mijn ouders woonden dus dan toen ook bij ons. Ja, op een gegeven moment dan weet je dat ze ouder worden en dat het dan moeilijker gaat worden met traplopen. Het is een personenlift geworden waar 3 mensen in kunnen. Ja, dat is natuurlijk heel luxe, zeg maar. En ook mijn ouders met een rollator of met een rolstoel. Het is natuurlijk heel handig, ook als je op vakantie gaat met koffers naar beneden en naar boven. Ja, de wasmand. Het kleinkind komt op bezoek, ja, dan ga je met de lift naar boven en dan draag je hem niet naar boven. Dat is natuurlijk altijd een beetje link op de trap. Bij de entree is dus al een trap, dus dat is eigenlijk al de eerste hobbel die je moet zien te nemen. En dan ga je hier het trappetje af naar de woonkamer, over trap omhoog naar de kamer erboven. Ja. Dus die lift kan eigenlijk alleen maar hier in de hoek bij de keuken, ongeveer voorkant van het keukenkastje. Ja, ja. Oké. Okay. Dus je drukt hem wel helemaal in de hoek. Ja. Ja. En dan heb je zo weinig mogelijk last ervan. Dus je neemt een stuk keuken weg en die compenseer je dan aan de andere kant. Oké. Okay. Ja. En naar beneden toe kom je dan in het souterrain terecht. En daartussendoor heb je nog een uitstap naar je woonkamer. Ja. Het zit in een heel andere hoek dan wat je zelf een beetje bedacht. Ja, vind ik heel leuk. Ja, daar zou ik totaal niet aan stilgestaan hebben. Om dus inderdaad van daaruit de lift naar boven te doen. Ja. Echt heel leuk hoor. Ja, had ik niet bedacht. We hebben een aantal leveranciers gehad voor een traplift. Die zou hier bevestigd worden en dan zou die zo in de rondte naar boven gaan. Er waren al een aantal die zeiden direct van, nou dat komt niet goed. Dat kan hier niet. En toen was er één en die zegt, nou ik kan het wel. En die heeft er dus één bevestigd. En halverwege de trap bleef die vastzitten en kon die geen kant meer op. Zo'n traplift, dat is echt een, dan krijg je echt een invalide woning. En dit is qua design natuurlijk veel mooier. Dat het mooi gesloten deur is en ja, dat het mooi afgewerkt is. Een personenlift zoals die hier zou komen te staan, zou rond de 25.000 euro kosten. En een traplift, een mooie traplift, kost zomaar rond de 10. En er zijn ook mensen die willen hun garage gaan verbouwen tot slaapkamer en badkamer. Ja, ben je ook zomaar 25.000 euro kwijt. Plus dat je dan niet meer de andere ruimtes kunt bereiken. Dus je leefruimte wordt eigenlijk kleiner. En doordat je een lift hebt, kun je al die ruimtes wel benutten. Een traplift kun je alleen op zitten en je gaat naar boven. Maar dan moet je boven ook weer een rolstoel hebben of een rollator. Dus ik heb ervoor gekozen om de trap te houden. Je moet eigenlijk ook achterom een entree en achterkant maken. Ja. Want je kunt natuurlijk niet hebben dat je in een huis een lift hebt, laat maar zeggen, maar dat de voordeur met een trap toegankelijk is. Ja, er komt gewoon een tijd dat je de trap niet meer op kunt. En dan moet je toch in het vooraan denken. En dan kun je wel wachten tot het te laat is. Maar er moet natuurlijk een heleboel dingen geregeld worden, zeg maar, voordat je zo'n lift hebt. Want dat heeft echt misschien wel een paar jaar in beslag genomen voordat we uiteindelijk ook aan het bouwen zijn gegaan. We hebben dan geluk dat die dus in panden gebouwd kon worden. Dus we hadden geen vergunning nodig van de gemeente. Maar gaat die buitenlangs, ja, dan moet ook eerst een vergunning aangevraagd worden. We gebruiken hem veel en we zijn echt heel blij dat destijds ook de traplift niet kon. Want anders hadden we natuurlijk nooit besloten om een echte lift te nemen. Want het is natuurlijk wel wat duurder. Maar achteraf vinden we dat het zeker de moeite waard is geweest om hem te bouwen.